Het was bar slecht weer wanneer vrienden en familie de burgemeester opwachten. Met heel veel mensen in een hele kleine, dampende en zweterige ruimte waar de camera van de lens besloeg, werd Jan van Asseldonk van de 35-jarige runnersclub overvallen met de koninklijke onderscheiding. Ik kom met een serieuze missie en goed dat u er allemaal bent. Lopers, familie, vrienden van de runnersclub. De kleinzonen zijn er op één na, geloof ik. Want Jan, in 1988, toen stond er een oproepadvertentie, ik denk in de voorganger van de Mooie Laarbeek. Jij werkte bij Bavaria. En dat deed je van alles. En toen dacht jij, dat deed je goed, maar je dacht ook, goh, ik moet misschien wel eens iets anders met mijn leven. Een beetje in beweging komen. En het jaar erop is de runnersclub opgericht. En die runnersclub is inmiddels een fenomeen in Lieshout-Laarbeek en omstreken. Die organiseren van alles. En Jan is vanaf het begin bij betrokken geweest. Jij bent daar met hart en ziel ingestort, Jan. En je hebt je opgegeven, niet alleen om te lopen, maar je bent ook trainer geworden van die club. Voorzitter van de Jeu de Boel Club. Ja. En je organiseert de rikkers en de kaarters. Overigens, Jan, jij bent meermalen ook in het zonnetje gezet. Een aantal keren van vrijwilligersbestaan met de fan die je hebt gehad. En dan komt hier toch een beetje de kroon op het werk, Jan. Want ik zeg met heel veel overtuiging. Dat zijn de majesteit de koning het behaagt om jou te mogen benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En nou krijg je een applaus, een geweldig. Ik mag je dat uitreiken. En dat... Kijk, en nou kijk even in de camera. Maria, kom er eens even bij. Want kijk, dan maken we zo een mooie foto. Het gaat om betekenis geven. En het gaat erom dat jij als mens midden in die samenleving, midden in die familie staat. En dat vind ik geweldig. Maria, mag ik jou eens even bij hebben? Want Jan is namelijk nooit thuis en die gaat nooit meer op vakantie. Maar Maria, het feit dat ik nou hem mag onderscheiden, dat komt ook door jou en door de gezinnende familie die Jan altijd steunen. En Jan mag dit ook doen, onder andere door jou en de familie, de ruimte die hij krijgt daarvoor. Doen we samen, hè? Dat weet ik. En nou zeg ik toch tegen Maria, dankjewel Maria, omdat jullie het samen doen. En krijg jij, en dan mag Jan ook bekijken, een geweldige bos bloemen en die ga ik ook nog overhandigen. Ja? Applaus voor Maria. En het is een stimulans om door te gaan, want jij bent pas 80. Laten we dat afspreken. Ik heb een afspraak met een vriend, die is 2 jaar jonger dan ik. Die loopt met zijn 100 de marathon en ik fiets mee. Mensen, allemaal die daar mee in elkaar gezet hebben, bedankt. Ik had het nooit verwacht. Allemaal.